Laten we eens even kijken naar samenwerken. Wat is samenwerken nou eigenlijk? Misschien herken je de volgende situatie wel. Je hebt net een groep gemaakt van 4 mensen bijvoorbeeld, 4 studenten, 4 leerlingen. En die gaan samenwerken. Dan gaan ze netjes de taken verdelen. Vervolgens doet iedereen zijn eigen taakje. Aan het eind voegen ze de boel samen en ze hebben samengewerkt. Dat is natuurlijk eigenlijk geen samenwerken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze mensen hebben gecollaboreerd. Co-laboratie. Dus labor is werk en co is samen. Collaboratie is eigenlijk een vorm van samenwerking die we dus heel veel zien. Iedereen in de groep heeft een eigen taak. En je hebt gelijk als je zegt dat je dan eigenlijk niet zoveel leert van de ander. Waar we eigenlijk op moeten sturen is dat er veel meer coöperatie komt. Als we gaan coöpereren, dan zorg je er eigenlijk als docent voor dat alle studenten of leerlingen in de groep op een bepaalde manier afhankelijk zijn van elkaar. Er ontstaat afhankelijkheid. Onder meer kan dat door de vormgeving van de opdracht en door de beoordeling. Stel je voor dat je een beoordeling voor de hele groep laat gelden. En dat je deelaspecten van een bepaalde opdracht ook toewijst aan bepaalde individuen. En dan zorg je er eigenlijk voor dat die opdracht alleen maar gedaan kan worden als iedereen zijn deel doet en wel samenwerkt aan dezelfde opdracht. Hoe zit het dan met samenwerkend leren? Laten we eens even kijken wat er gebeurt eigenlijk als studenten of leerlingen op een goede manier samenwerkend gaan leren. Dat is natuurlijk onderzocht. Dus we kijken eerst eventjes naar de student. Die bouwt een beter begrip op van datgene wat geleerd moet worden. Dus op het moment dat studenten of leerlingen samen aan een taak werken en ze zijn daar op een goede manier mee bezig en ze stellen elkaar bijvoorbeeld vragen, dan komt er een beter begrip van datgene wat geleerd moet worden. Het tweede is dat er wel een voorwaarde is, namelijk dat er regelmatig discussie plaatsvindt en dat zo nu en dan een reflectie plaatsvindt. Een reflectie op hoe hebben we het gedaan, wat kunnen we volgende keer verbeteren, maar liever nog, wat moeten we volgende keer vooral behouden. Het geeft aanvullingen op vaardigheden. Vaardigheden die je misschien in de les minder aan bod kan laten komen, omdat ze eenmaal gekoppeld zijn aan een bepaalde manier van werken, bijvoorbeeld op een stage. Ja, die heb je niet altijd in de les. Maar soms kan het wel aanvullend werken om samenwerkend leren in te zetten. Als je elkaar vragen stelt als leerling of als student, dan is bewezen dat de vergeetcurve, en misschien ken je die nog van meneer Ebbinghaus uit 1880 of zo, die heeft de vergeetcurve opgesteld. Als je elkaar vragen stelt, dan is bewezen dat je elkaar helpt om dingen te leren. Dat is natuurlijk eigenlijk logisch, zou je kunnen zeggen, maar in je eentje ga je dat toch niet zo snel doen. Dus als je het als docent goed wil doen, dan ga je dit gewoon organiseren. Wat is het effect ervan? Eigenlijk neemt de motivatie over de hele linie toe, met een significant niveau. Dus we gaan gemotiveerder aan de slag als student. Ons self-esteem, met andere woorden hoe we onszelf voelen, hoe we onszelf zien, onze zelfwaardering gaat omhoog. En we hebben meer eigenaarschap. Nou, dat moet je als docent toch wel als muziek in de oren klinken. Nou hebben we gekeken naar wat het bij studenten doet, maar zou het dan ook voor docenten niet gelden? Want er zelf een leraar die zelf niet leert, ja, wat voor leraar is dat eigenlijk? Er is een voorbeeld van een professionele leergemeenschap op een van de locaties van het Hoornbeek College, waar docenten met elkaar regelmatig rond didactische werkvormen elkaar spraken. En dan bleek dat de motivatie omhoog ging. Zelfesteem, mensen gingen andere dingen proberen omdat ze ook ideeën van anderen gingen overnemen. En ze kregen eigenlijk een beter begrip van het begrip leren. En er was inderdaad plaats voor reflectie en discussie.
Dus als je als student kunt zeggen samenwerkend leren werkt, dan kun je dat ook wel als docent zeggen. Want je krijgt aanvulling op vaardigheden, je kunt elkaar vragen stellen, daardoor hou je de zaak scherp en het is buitengewoon gezellig ook nog eens. Dus wat maakt samenwerkend leren nou eigenlijk effectief? Nou, in de eerste plaats is het ook goed om leerlingen goed voor te bereiden op samenwerken. Zorg dat ze positief van elkaar afhankelijk zijn en dat ze gericht ondersteunen. En je moet hen ook gericht ondersteunen met leermiddelen. Dat zijn zeg maar de succesfactoren. Dus bereid je leerlingen erop goed op voor. Er is een onderzoeker, Jeroen Jansen van de Universiteit Utrecht, die heeft onderzoek gedaan naar de interactieprocessen tussen leerlingen die samen aan een taak werken. En die heeft eigenlijk de volgende dingen gevonden. Als eerste is de voorbereiding van belang, de afhankelijkheid is van belang en de ondersteuning is van belang. Nou, die voorbereiding, die is denk ik wel duidelijk. Als je geen sociale vaardigheden hebt of als je daar minder van bezit, dan wordt het lastiger als je wilt gaan samenwerken. Ja, tonen van begrip, discussiëren met elkaar, de ander in zijn waarde laten, al die dingen, misschien ander motiveren. Dat zijn belangrijke dingen. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Enfin, je kent het wel. Het tweede is dat hij heeft gevonden in zijn studies dat hoe meer afhankelijkheid er wordt gecreëerd van de groepsleden onderling, hoe effectiever het leergedrag wordt. Dus als je elkaar nodig hebt om te zorgen dat de opdracht landt, en als de opdracht landt, dat die ook goed wordt uitgevoerd, dan is er effectief leergedrag. Hij vond ook in de studies die hij deed dat de groepssamenstelling maar een beperkt effect hebben. Wij denken heel vaak van, nou zet juist de zwakkelingen bij elkaar of je maakt juist gemengde groepen, maar de effectgrootte daarvan is niet zo groot. Wat wel effect heeft, is bij groepen die worden samengesteld met mensen van hetzelfde geslacht. Dus bij jongensgroepen en meisjesgroepen, dan is er gewoon minder communicatie. Als je ze mengt, dan is er juist meer samenwerking en dan vooral hebben we het dan over communicatie. Ten slotte, je moet hen stimuleren op de inhoud en op de taak. Ja, dus in plaats van dat je alleen op proces bezig bent, moet je ook sturen dat ze echt taakgericht gedrag gaan laten zien. Want niet taakgericht gedrag geeft juist geen goede leerresultaten. Belangrijk is dus dat je als leerkracht de leerlingen stimuleert om vooral bezig te blijven met de inhoud van de taak die ze opgekregen hebben en dat ze hierbij duidelijke en uitgebreide uitleg krijgen. Wil je nou meer weten over het onderzoek van deze broeder Jansen? Dan kun je altijd terecht in de bronnen van deze cursus.